Ja, ik als tennisser zou eigenlijk een tennismoment moeten kiezen voor het sportmoment van 2010. Alleen, ja, er waren geen echt benoemenswaardige momenten, vind ik, dit jaar. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar de wedstrijden van Nadal of Federer. Maar ik heb gekozen voor een voetbalmoment. En ja, nog ineens het WK of de Champions League van Sneijder. Natuurlijk allemaal schitterende momenten. Maar ik heb echt gekozen voor de liefhebberij, het voetbal en kunstvoetbal. Want dat is het toch echt geweest. Dat is de wedstrijd van Barcelona tegen Madrid. Dat was voor mij schitterend. Mijn vrouw lekker naar boven. Boven tv aan het kijken. Het huis voor mezelf. Heb echt zo zitten genieten en gek zitten worden. En sms'jes naar vrienden over en weer gestuurd van ja, dit het mooiste voetbal is geweest wat ik ooit gezien heb. Caressing the ball to Iniesta. He has Villarreal out outside. Oh, plays it inside. Great tackle, but no, it's finished off by Xavi. Not the greatest goal you're ever going to see, but a mightily important goal for Barcelona. Ik heb natuurlijk de mooie jaren van Ajax meegemaakt in 95. Helaas niet de jaren van het Nederlands elftal 74, maar ja, ik denk dat er toch een moment is gekomen nu waarbij we weer een stap verder zijn in het voetbal. En ja, ik heb gewoon zo genoten van de teamspirit vanaf minuut 1 en tot de laatste minuut. Waarbij eigenlijk alle jongens met één doel hadden is een zo groot mogelijke score te maken tegen Madrid. As it continue, through David Villa, toe-to-toe with Ramos, gets the cross in, 2-0 Barcelona, a flying Pedro! Drifting, driving. David Villa, 3-0. Messi in, Villa, brilliant run by Villa. Can he finish it off? He can! It's 4 to Barcelona. Where did the goal stop? Madrid die eigenlijk wel weer op de rit was met Mourinho en Ronaldo die weer in vorm bleek te zijn, waren helemaal nergens meer. En het illustreerde natuurlijk aan het einde ook nog eens dat Ramos niet meer op de bal ging verdedigen, maar op de benen. En het totale plaatje van Barcelona-Madrid is voor mij eigenlijk het moment wat mij het meeste bijblijft dit jaar. Now they're aiming for their fifth as we're into stoppage time. Bojan's cross, will it be five? It will! And Adriano joins the party. Well, Jose Mourinho is at absolutely flawed. He said last year when they lost against Barcelona but still went through in the Champions League that it was the most beautiful loss of his life. Tonight is certainly the ugliest loss of his life.